Regering onderkent lastige situatie voor ondernemers. De regering onderkent dat voornamelijk ondernemers in specifieke sectoren in de problemen komen vanwege de situatie rond het COVID-19 coronavirus. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme wijst vooral op ondernemers in de toerismesector. Volgens de bewindsman zijn er onder andere gesprekken geweest met de banken om de mogelijkheid te bekijken dat zij gedurende de lockdown respijt geven aan ondernemers die hypotheken en leningen moeten aflossen. Het gaat dan om ondernemers die kunnen aantonen dat hun inkomsten zijn afgenomen vanwege de COVID-19 maatregelen. De mogelijkheid moet worden bekeken dat deze groep respijt kan krijgen van de aflossing zonder oplegging van boeterente. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.